Hallo mensen, we zijn hier en welkom terug bij een nieuwe Train Fever video. Vorige video, ik heb net het spel opgestart, sorry. Vorige video hebben we deze lijn aangelegd. Er hebben we één trein op, geloof ik. En de game is nog gepauzeerd, dus even kijken. We zijn nog in het stoomtijdperk. En dan, dus dit is prachtig. Wat heb je stoomtreinen? Jee! Vraag maar, er zit geen BR50 toevallig in het spel. Als ik achter me kijk, dan zie ik een BR50 staan. Met de twee plan D rijwagens. Wagons. En vier door een busje. Maar goed, we gaan hier openbaar vervoer in Vlaardingen regelen. En eigenlijk zou ik gewoon mijn muis inverted moeten doen. Ik kom net uit de Call of Duty Black Ops 3 livestream. Zo'n livestream. De hele challenge vond dat ik 50k moest verspillen. En dat heb ik gedaan. Live gestreamd. Nu gaan we lekker weer wat Train Fever opnemen. Ik vind het altijd wel makkelijk om gewoon even de Train Fever achter de hand te hebben. Ik ben niet zo gek meer om het op te nemen, eerlijk gezegd. Maar dat betekent niet dat ik het helemaal niet meer moet opnemen, weet je wel. Af en toe gewoon even één of twee video's opnemen, dan vind ik het wel mooi. Wel leuk om gewoon even het spel te spelen. En sinds ik er toch voor betaald heb, van ja, waarom niet, hè? Zonder om het dan niet te gaan spelen. Spelen, gaan gebruiken. Dus. Oh, dat vind ik wel netjes eigenlijk, van dat ik hier nou gewoon twee bomen heb staan. Oh ja, yeah, really. Alleen aan van de, dat het niet helemaal level is. Oh wel. Daar komt iedereen wel overheen, toch? 80's bus tram station. Oké. Goederen worden al aangeleverd. I assume. Even kijken, 26. Yes sir, die do. Yes, die are. Alright, ik denk dat ik hier even een tram ga aanleggen. Oh my god. Misschien moet ik eerst de tramrails aanleggen en dan even game even wat zachter zetten. Eerst gewoon even de tramrails aanleggen en dan de andere shit die dan neergezet moet worden. Misschien is het nou wel level of zo. I don't know. Let me see. Ik zie geen verschil hoor. Ik zie geen bovenleiding. Oh, dan moet je die. Ja, dan kun je. Oh mijn god, wat is dit voor waarloos spel? Nee, wacht even. Waarloos mod. Natuurlijk moet het geëlektrificeerd worden. Wat denk je, ga je dan? Denk je dat de elektrische tram zonder elektriciteit gaan rijden? Ja, echt niet, toch? Alright, dan gaan we even weer deze haltes toevoegen. Totaal niet level of zo. Maar goed, dat maakt niet uit. Okidokie. Dat is de enige halte die ik op die manier aangeleg hoor. Ik vind het cool zo even. Maar we gaan even de tram aanleggen. Ik zat zo te denken. Laten wij gewoon eens even gewoon lekker even een stukje tram aanleggen. En niet echt omkijken naar van hoe we eigenlijk zou moeten aanleggen. Ik ga wel even een stukje. Wat? Hoe kun je nou conflict daar hebben? Are you fucking kidding me? Serieus, deze game heeft gewoon conflict als ik 50 meter verder op een stukje tramrails wil aanleggen. Helemaal. En dan kan ik hem terugplaatsen. No stress. Hoppa. Top, ik leg gewoon een stukje aan hoor. Ik weet niet of ik het ga gebruiken. Ah, je kan beter aanleggen en niet gebruiken dan niet aanleggen en wel willen gebruiken. Heb ik wel een spreekwoord gehoord? Nee? Oké, dacht ik al. Of misschien wel. Ik weet het niet. Even kijken, de tramhalte. Ik ga voor deze. Ziet er wel oldschool uit. Laten we gewoon neerpakken. Hier gewoon eentje. En hier eentje. En hier een. Twee. Hier nog eentje. Hier nog eentje. Hier nog eentje. In de toekomst komen hier wel huis of zo. Nummer 2. Kijk. Wat overigens wel grappig. Ik heb eigenlijk van mijn leven misschien twee keer. Eén keer met school misschien. En
twee of zo, ja, 2 jaar terug heb ik in de tram gezeten. Dus dat is 2 keer. 1 keer tram en metro volgens mij. Dat is de enige keer dat ik in de metro ben geweest met een schoolreisje. Was naar Amsterdam toe. Maar goed, dat moest ik nu een keer even bedenken. Dat bedacht ik me ineens. Vind ik beter. Echt serieus. Seriously, bruh. Trouwens, het is wel een industriële aangelegenheid. Oh ja, let's place them there. Alright, hey, no stress. 1 miljoen. Oké, dit. Hoe heet het dorpje? Oh mijn god. Venlo? Oh, nee, Vlaardingen. Vlaardingen. Oké, daar hebben we dus een route die. Wat? Vlaardingen. Tram 1. Oké, dus dat is tram 1. Dan haal ik hem graag even weg, want dan kunnen we makkelijk. Oh, dat is met de paaltjes toetsen. Nee, ook niet. Wat? Ik kan niet met paaltjes toetsen en niet met WSD. Alleen met mijn muis kan ik scrollen. Nou ja, dat is niet scrollen. Maar... Zo, dan gaan we naar de Herenstraat. Naar de Kerkstraat. Vierstraat, Houtstraat. Binnenweg. Prins Bernhardstraat. Julianenstraat. Schoolstraat. Grote Markt. En dan gaan we door de Parallelweg. En Zijlstraat. En door de Molenweg. Top. Dat is tram 1. Dan gaan we ook nog tram 2 maken. Even renamen. Oh, ik had hem zeker niet opgeslagen, die naam. Godver. Vlaardingen. Tram 2. Daarom kon ik niet. Dat maakt niks uit. Ja, dus dan beginnen we hier weer. Gaan we daarheen. Gaan we daarheen. Pak deze ook nog mee. Top, dat is tram 2 en dan vind ik het zo best. Dan heb ik alle haltes meegenomen. De trein is ondertussen alweer gearriveerd. Hier, maar kijk, ze tetteringen ineens. Op zich, hij ziet er een beast uit, maar. Ja, tettering. Like I said before, hij heeft geen tettering. Misschien moet ik wel iets beter in de microfoon praten. Misschien wel. Even kijken, dan moeten we dus even deze lijn aanpassen. Route 2 heet die? Toch? Oh, hij is wel opgeslagen. Oké, ik dacht dat ik hem niet opgeslagen had. Weird. Maar echt serieus, ik dacht dat dat het probleem was. Oké, dus dan moeten we dus even wat trams op deze lijn zetten. Dan gaan we voor de type 1? Ja, denk ik wel. Zullen we maar 3 kopen en dan 1 en dan 3 op 2. Alright. Ik gebruik hier die blauwe noemen. Volgens mij waarschijnlijk een overduidelijk voordeel. Maar sinds we toch no stress genoeg geld hebben voorlopig. Alright, let's skip the shit up. Normaal zou we eigenlijk pop alles populeert. Ja, dat zie je, dat bedoel ik. Dus een popje moet komen staan. Oké, dat komt nu pas. Duurde wel lang eigenlijk hoor. TBH. Ik heb dat. Oké, ik heb ze al 3 op rijken. Alright. Alright then. Zie je nou, hoe is het lekker? Denk het wel. Nou wel. Oh kijk. Ik vind het een mooie plek voor een dingest. Toch? Ik vind het een mooi bushalte. Alleen, look at this shit. Is dat niet eens netjes de rechte brils, jongen? Nou goed. De trein. Die trein uit Hero. Doet 8 passagiers aan. What? Are you joking? Alhoewel zijn wielwerk ziet er wel prachtig uit, toch? Ja, dat ziet er prachtig uit. Phew.
kun je dan? Laten we dan nog maar zo... Oh nee, ik heb het geld niet. Ik dacht van laat nog een lopende diep aanschaffen, maar dat is natuurlijk een heel slecht idee. We moeten even wachten tot we weer wat geld hebben. Ja, eigenlijk. En we moeten sowieso nog een stuk rails aanleggen naar Vlissingen. Vlissingen wordt een eindstation. Met... 4 perrons. Want ik wil één naar Zaanstad. Maar ik heb 4 Soest gaan, hè. Maar ik kan laten één met 3 perrons maken. En dan Breda en dan Bergen op Zoom. Vlaardingen, ja, dat zijn er 3 perrons. Dan moet ik een perron plaatsen. Want deze ziet er zo. Nou ja, raad en deze niet. Oh, dat is een andere staal. Zie je dat? Een verschillend perron. Verrek. Kijk maar, dit is een gelijk. En dit is met perronoverkapping langer. Dan plaats ik liever deze. Oh wauw, de stekje ziet er wel cool uit. Even kijken, hoe gaan we roteren? Dit wordt een dure aangelegenheid. Doe maar even kijken, een lange. Dat gaat niet goed. Ik heb verliesgevende jaartjes. Laten we eerst eens even orde op zaken stellen. Voordat wij weer dure grapjes gaan uithalen met bronsplaatsen die dan weer een miljoen kosten. Nee. Is niet een goed idee. Al deze trams maken verlies nog. Dat winst, maak verlies, verlies, en verlies. Wat? Wat? Ik heb 2 van deze locomotieven, sinds wanneer? Laten we deze locomotief vinden. Is dat ook? Nee, huh? Wait a minute. Deze lijn loopt nog niet. Waar is het locomotief dan? Ik zie hier geen trein. Wacht, ik kijk overheen. Hey! Sinds wanneer ben jij zo'n type? Oh, wacht, ze hebben passagiers. 38 van de 85. Ziet wel cool uit, zo'n zwarte locomotief met dan deze wagons. Dit laatste. Ah, nog niet op tijd. Nee, ik heb mijn stomme telefoon op het bureau staan. Op mijn toetsenbord. Dus ja, loopt hem weg hier. Ja, die kan ik niet doorknippen nog. Unfortunate. Very unfortunate. Maar ik zat wel te denken op aan andere manieren. I don't know. We kunnen een bus laten rijden. Maar gelukkig. Huh? Details. Nee, je moet deze titels bekijken. Af aan de Rijn, af aan de Rijn, af aan de Rijn en af aan de Rijn. Wat doet ze hier dan? Waarom pakt ze de trein op de bus? Draait geen bus, draait alleen de trein op, maar hetzelfde. Oh, is hier ook dan. Oké, dus ik had deze dus ook vervangen. Oké. Was niet nodig geweest. Laat me zien. Hier rijden. Ja, dus zal deze weg dan maar gewoon doorknippen. Kijken of we vliegende aards krijgen. Ja, highly doubt it. Zo, dus dan. Gelukkig gaat dat wel. Of via een andere manier. Laten we eens even kijken of we dan mensen dan. Wel met de trein gaan. Want die trein moet gewoon winst maken. Als deze trein, deze lijn geen winst maakt. Nou, dan is het zeer slecht gesteld. Ik bedoel, maak geen winst en dan zit voor de helft vol. En als ik hier kijk, dan kijk ik hoeveel mensen er wachten. Route 1. Alphen aan de Rijn en Castricum. Waarom heet Route 1 Route 1? Laten we die route... Deze grijs, hè? Ja, zie je. Vlaardingen. Ja, ik kan hem Alphen aan de Rijn noemen, of Vlaardingen, maar...
Zullen we hem gewoon Vlaardingen noemen? Want dat worden toch maar de stations. En als je... Dan weet ik tenminste over welke lijn het gaat. Dan kun je gewoon heel makkelijk zien waar het over gaat eigenlijk. Maar ik denk dat veel meer mensen dan met de trein gaan. Hoop ik. Dat zou gestimuleerd moeten worden met deze tram. Winkel 4 Vlaardingen tram 1. Maar is de frequentie dan niet te langzaam? Want het is best een groot cirkeltje wat die trams verdraaien. Dus ik neem een extra tram op lijn 2. Wacht even. Mensen wachten weg? Welke wat? 12 op 1. Is 2 dan niet goed? Zo. Kijken welke de winst maakt, toch? Alle 2 niet. Ik ga het heel even aankijken. Eens even kijken. Oké, ja. Kijk het aan. Ja. Oké, prima. Oké, duurt lang. Ja. Nee, grapje. Tram 1. Maar deze wacht op. Hij komt ook weer zo terug. Ah, ik didn't know that. Wat? Oh, hij kan niet keren, joh. Wait, heb ik het dan zo aangelegd? Nee. Oh, verrekt het dit. Oké, ik denk dus dat we even wat customization hier moeten doen. En deze halte, die halte en die halte weg. En dan haltes toevoegen, die en nou ja, dat spreekt voor zichzelf. Oké, dacht ik goed dat gedaan. En lijn 2. Die gaat ook op de schop, niet aangepast worden. Even kijken. Ja, dan hebben we een conflict. Nee, dan laat ik hem via hier lopen. Op een of andere manier, dat gaat wel goed komen. Ik ga even een halte toevoegen hier. En iedereen gaat daar op vooruit. Wat is 11? Gaat die hele route op de schop. Prinses Bernhardstraat, deze. Dat moet ik eerst het station toevoegen, anders gaat het niet. Maar het is niet een station. Maar goed, iedereen weet wat ermee bedoeld wordt. En dan komt hij tenminste op de andere kant van de... Deze wordt al bezet, maar deze niet. Dus nu worden al twee de banen gebruikt op de weg. En misschien maakt dat iets populairder, want... Niet alle trams rijden en nu over dezelfde haltes eigenlijk. En ik denk dat daar misschien wel het probleem een beetje in zit. Even kijken, er wachten wel een hoop mensen op de trein. 45, woehoe. En hier komt hij aan, hoor. Hier komt hij aan, ja. Tijd om aan vol te zitten. Oh, hij zit al op. Nou, er komen zo meer mensen in, denk ik. Hoop ik? Hoop ik. Even kijken, maakt hij al winst? Oh, hij maakt winst. Hij maakt winst. Hij maakt winst. Applaus voor meteen nog. Weg door knippen. Oh, Alphen aan de Rijn en Castricum die lijden zwaar onder dat de auto's zijn er weer gaan. Maar daar kan ik helaas niks op doen. Ja, een goederen spoor aanleggen, een goede station. Maar dat gaat ook even iets te ver, hoor. En al dat vrachtverkeer houdt toch al die normale auto's op. Dus dat... helpt dan een beetje mee. Niet te veel aan denken. Ah, ik kan wel meer cargo dragen, dus dat helpt wel. Er wachten een hele hoop goederen. Dus, wat wij gaan doen is... Ik heb geen flauw idee. Even kijken, is alles zichtbare? Oké, geef me die depot eens. Dan gaan wij alles vervangen. Want dat werkt beter.
Dat is de ijzererts. Het gaat om de goederen. Dus dan hebben we daar 4 wagens voor nodig. Voor Alfa en de Rijn. Oké, dat zijn deze heen. Oh, nee. Goddammit. Goederen. Ja, je moet het eerst selecteren, anders ga je de fout in. Goederen, daar hebben we er 4. Ik zit custom te kijken, maar ik moet 4 van deze hebben. Alfa en de Rijn. Dus daar 1, 2, 3, 4. En dan even kijken, Alfa en de Rijn. Dat is hem. Oh, wacht, dan had ik het niet moeten doen. Goddammit. Waarom blijft het nou? Oké. Goed, dat maakt niet uit. 1, 2, 3, 4. Alfa en de Rijn, dat is die lichtgroene. Pop, hey. En goederen. Dat zijn wel alle nieuwe voertuigen, zie je dat? Goederen. Ja. Dat is ook een Mercedes-Benz. Ja. Yeah. Nou, oké, dan werkt het allemaal goed. Top. Awesome. Wat is geen Mercedes-Benz dit? Mag ik niet kijken? Oké, zo. Ik zie het zo meteen wel het verschil. Toch? Komt allemaal wel goed, joh. Een verloop van tijd. Top. Oké dan. Nou, dan is het nou gewoon wachten. Dat ga ik doen terwijl ik niet aan het opnemen ben. Even kijken. Toch even de groei kijken, hoor. Ja, het gaat een beetje laag. Sinusachtig. Ja, kom maar goed. Misschien moet ik even kijken. Hier rijdt alleen een normale bus, maar die maakt niet eens winst. Oh, dan maak ik wel winst. Net aan al. Maar goed, daar ga ik nog wel even kijken, want er is ook een lijn 2 al. Daar ga ik nog wel een keertje naar kijken. Maar ik wil het hierbij laten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet even dat blauwe duimpje omhoog te doen. En dan zeg ik tot de volgende video. Laters.